Over iets dan meer dan een maand komt de PlayStation 5 uit. En als het jou ook gelukt met de pre-order, dan kan je op 19 november eindelijk los met deze nieuwe console van Sony. En beetje bij beetje leren we dan wat meer over deze next-gen console van PlayStation. Zo weten we al dat PlayStation 1, 2 en 3 games niet speelbaar zullen zijn op de PlayStation 5. En dat er ruim 4000 titels wel speelbaar zullen zijn op de PlayStation 5. Maar er zitten er dus ook een paar bij die dat niet zullen zijn. En nu weten we eindelijk welke dat zijn. Nou, het is niet echt een heel indrukwekkend lijstje, maar ik zal ze toch even voor je opnoemen. Zo is daar onder andere Shadow Complex Remastered. Gaat niet werken op de PlayStation 5. DWVR. Nog nooit van gehoord, maar gaat in ieder geval niet werken op de PlayStation 5. Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume 1. Nou, heb je die gemist op de PlayStation 4? Wil je die spelen op de PlayStation 5? Dat gaat helaas niet. Just Deal With It. TT Isle of Man Ride on the Edge deel 2. We Sing Robinson The Journey. Hitman Go Definitive Edition. Joe's Diner en Shad Wen. Als je die hebt gemist op de PlayStation 4, kan je die dus niet spelen op de PlayStation 5. En ik weet niet of je die überhaupt nog wel wil spelen. Want heel erg bijzonder zijn ze niet. Daarbij zegt Sony ook dat ze niet kunnen beloven dat al die andere 4000 games die je kan spelen op de PlayStation 4 goed zullen lopen op de PlayStation 5. Je zou misschien wat problemen tegen kunnen komen. Ze doen het wel, maar of ze echt perfect werken, dat kunnen ze niet beloven. Dus misschien dat je wat tegen problemen aan kan lopen. Wat ze wel zeggen is dat sommige titels op de PlayStation 4 gebruik kunnen maken van Game Boost op de PlayStation 5. Dat wil zeggen dat je een stabielere en hogere framerate zal krijgen bij die games. Welke er precies zijn, weten we nog niet. Wel heeft te maken van Ghost of Tsushima, ik zeg het weer verkeerd volgens mij. Maar die hebben al aangegeven dat die game op de PlayStation 5 met 60 frames per seconde zal draaien. Voor de rest heeft Sony ook nog laten weten hoe je savefiles van je PlayStation 4 over kan brengen naar je PlayStation 5. Nou, heb je PlayStation Plus, dan kan het gewoon natuurlijk via de cloud. Heb je dat niet, dan kan je dat doen via wifi of via een ethernetkabel. Dus even een kabeltje in prikken en dan transporteer je al je savefiles van de PlayStation 4 naar de PlayStation 5. Beetje hetzelfde hoe dat ging met de PlayStation 3 naar de PlayStation 4. Beetje verouderd, maar heb je gewoon PlayStation Plus, dan kan dat gewoon via de cloud natuurlijk. En tot slot is er ook nog duidelijk geworden hoe mensen PS5 upgrades kunnen binnenhalen van de PlayStation 4 games. Stel, je hebt Assassin's Creed Valhalla en die wil je dan op, die speel je op de PlayStation 4 en die wil je doorspelen op de PlayStation 5. Heb je die digitaal, dan kan je via de hub in de game, kan je de upgrade kan je downloaden. Heb je hem op disc, dan heb je natuurlijk de disc versie van de PlayStation 5 nodig. Dan moet de disc ook in je PlayStation 5 zitten en dan kan je ook via de hub van de game kan je de upgrade downloaden. En dan ga je die spelen op de PlayStation 5, moet je wel altijd je PlayStation 4 disc in de PlayStation 5 hebben om de game te kunnen spelen. Dus hou daar wel rekening mee. Nou ja, dit was het dus. De lijst van games die niet werken op de PlayStation 5, de PlayStation 4 games. Niet heel erg indrukwekkend, maar laat me weten in de comments of er een game in die lijst zit die jij heel erg gaat missen op de PlayStation 5. Geen één, toch? Lijkt me niet. Goed, over de PlayStation 5 gesproken. Wil niks missen over die machine. Hou dit kanaal in de gaten, want misschien kunnen we binnenkort wel aan de slag met die machine. Maar ik weet nog van niks. Echt niet. Goed, abonneer je dus op dit kanaal en laat even een duimpje omhoog achter. Joe, doei, groetjes.